In deze video kijken we naar scheidbare werkwoorden. Bekijk de volgende zinnen. Wat valt jou in deze tekst op? Het maakt me niet zoveel uit. Kan ik je een kopje koffie aanbieden? Zou je je jas willen ophangen? Het is niet veel werk als iedereen iets bijdraagt. Ik denk dat hij zich heel goed op de test voorbereidt. Hier zie je de scheidbare werkwoorden. Een scheidbaar werkwoord bestaat uit een prefix en een werkwoord. Het accent ligt op het prefix. In deze zinnen gaat het om opvallen, uitmaken, aanbieden, ophangen, bijdragen en zich voorbereiden. In de presens en het imperfectum van een hoofdzin gaat het prefix naar het eind van de zin, zoals in hij kijkt de test na. Zij bood mij een kopje koffie aan. In de bijzin gaan het prefix en het werkwoord samen naar het eind van de zin. Ik geloof dat hij de test nakijkt. Ik dacht dat ze mij een kopje koffie aanbood. In het imperfectum komt ge na het prefix, zoals bij nagekeken en aangeboden. Hij heeft de test nagekeken. Ik hoorde dat hij zijn vriendin een reis heeft aangeboden. In een zin met om plus te plus infinitief komt te tussen het prefix en het werkwoord te staan. Dat zie je hier. Hij heeft geen zin om de test na te kijken. In de volgende zin zie je alleen een vorm met te plus infinitief. Nu komt te ook tussen het prefix en het werkwoord te staan. Zij durft hem geen kopje koffie aan te bieden. In de laatste zin, ik verwacht dat Anna mij zal meenemen, zie je een modaal werkwoord in de bijzin, met een infinitief, in dit geval meenemen. Zoals gezegd, bestaat een scheidbaar werkwoord uit een prefix en een werkwoord. Het accent ligt op het prefix. Dit geldt niet voor werkwoorden die beginnen met be, er, her, ge, ver en ont, zoals betalen of ontbijten. Het accent valt hier op de tweede lettergreep. En deze werkwoorden zijn onscheidbaar. We ronden af met enkele voorbeelden. Het onderzoek heeft niet veel opgeleverd. Het is geen probleem om de tekst later in te leveren. Is het moeilijk om in Nederland een nieuwe vriendenkring op te bouwen?